Ook dit jaar vatten wij ons jaarverslag samen. Want eenvoud is nog steeds het doel. In het kort, we zijn tevreden over de prestaties in 2011. Omdat het geen makkelijk jaar was. De financiële basis verstevigen en bouwen aan de toekomst. Door te vernieuwen en te luisteren. Dat was onze focus in 2011. Ons financiële fundament hebben we verder verstevigd. Door de portefeuille vastgoedleningen verder af te bouwen. En te werken aan de terugbetaling van de staatssteun in de toekomst. Onze solvabiliteit is flink verbeterd. Hierdoor koersen we nog steviger door de storm. Tegelijkertijd bouwden we aan de toekomst met verschillende merken. Waardoor we niet ongrijpbaar groot zijn, maar begrijpbaar klein. Omdat elkaar begrijpen de basis is van een goede relatie. SNS Bank, ASN Bank en Regiobank en verzekeraars als Zwitserleven en Reaal. Enkele van onze merken die processen en systemen delen. Om de kosten te verlagen en snel in te spelen op wensen en behoeften van onze klanten. Zo introduceerde SNS Bank rente op de betaalrekening. Kreeg Regiobank meer adviseurs. En introduceerde Zwitserleven een helder pensioen. Met als resultaat 100.000 nieuwe bankklanten die voor ons kozen. Solide, eenvoud en vernieuwing hebben één woord gemeen. Verantwoord. Alles wat we doen, moet eraan voldoen. Zo ook ons jaarverslag. Financieel en verantwoord in één. Gelukkig zit het in onze genen, verantwoord ondernemen. Dat werd in 2011 erkend door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Omdat we klanten gelijk behandelen. Eerlijk investeren en beleggen, verantwoord belonen en een menselijke cultuur koesteren. Waardoor voor onze medewerkers tevredener werd. Als alle woorden zijn gesproken, rest ons de cijfers. Na het verlies van 2010, in 2011 een kleine winst. Van min naar een plus van 87 miljoen. 2011 was in veel opzichten een bewogen jaar. Maar ook een duidelijke opmaat voor de toekomst. Van een bankverzekeraar die in alle eenvoud vernieuwt. Ook in 2012...